Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, met je quality time, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou je je tijd niet even nemen om naar het recruitment evenement te gaan? Of recruitment event, om het goed te zeggen. Dat kan, want Ruth Sinclair en Danique van Vaarseveld zijn vandaag bij me en ze gaan me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi ladies. Goedemiddag. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ja? Lekker druk. Dat is de bedoeling. Dat is de motion, hè? Dat zijn we bezig. Yes. Jullie hebben een evenement opgezet. Ja. Het recruitment event. Wat zou ik me daarbij, of tenminste niet ik, maar wat zou de kijkers zich daarbij moeten voorstellen? Ja, de recruitment event is een, recruitment is het proces waarbij een extern bureau geschikte kandidaten zoekt, vindt, selecteert voor een werkgever. Dat is recruitment. En dat is onder andere wat ik vanuit mijn bedrijf doe. En de recruitment event hebben we bedacht en organiseren we om de drempel te verlagen voor mensen die een baan zoeken. Om ze direct in contact te brengen tijdens het event met potentiële werkgevers. En andersom. Werkgevers hebben heel vaak moeite om de juiste mensen te vinden. De mensen hebben heel vaak moeite om binnen te komen bij een werkgever waar ze graag mee zouden willen werken. En tijdens dit event kom je elkaar live tegen, zoals wij nu live bij jou zitten. Komen ze elkaar tegen en dat maakt het dan alweer veel makkelijker om jezelf te presenteren, ja. Om in gesprek te gaan, om vragen te stellen, vacatures door te nemen, et cetera. Ja, dus in de nutshell is dit gewoon een dag dat ik eigenlijk beide kanten, het bedrijf en degene die naar werk zoekt, zich van zijn beste zijde kan laten zien. 100%. Yes. Oké. So, hoe gaat die dag er dan uitzien? Want iedereen weet het proces van ik ga op sollicitatiegesprek, ik moet zenuwachtig zijn of whatever. Maar eigenlijk hebben jullie gewoon een heel event ervan gemaakt. So, walk me through it. Nou, we hebben het eigenlijk, om alvast te beginnen waarom, we hebben dat event gemaakt. Omdat vaak genoeg mensen ook gewoon denken dat solliciteren echt gewoon a death sentence of something is. En dat het super eng is. Terwijl het best wel leuk kan zijn. Precies. En als je hoort event, heb je vaak genoeg ook gewoon als je in die positive vibe already bent. Weet je, je bent een stukje nuchter, maar ook gewoon relaxter. En vandaar dat we ook gewoon ervoor hebben gekozen om het de recruitment event te noemen. En om specifiek nu in te gaan op het feit wat je daar allemaal kan verwachten die avond. Er zijn verschillende rondes. Ja. Je hebt dus, ja, van de middag naar de avond, ja. Je hebt dus de verschillende rondes. Je hebt dus de matching sessies. Je hebt daarna ook nog speed dating. Maar je hebt ook gewoon gedeeltes voor bedrijven vooral. Waarbij ze dus ook gewoon de company pitches kunnen doen. En ze zeker als ze ook gewoon een potentiële kandidaat hebben gespot. Dat ze dan ook gewoon met die in de lounge kunnen gaan zitten. En verder misschien diepgaande gesprekken kunnen gaan voeren. Om misschien uiteindelijk aan het eind van de avond met die kandidaat naar huis te gaan als hun nieuwe werk. Dus basically, als ik het echt gewoon nog een keer voor, als jullie niet goed luisteren nu, hè? Als jullie niet goed luisteren nu, is als iedereen het goed doet op zijn of haar manier, ga ik naar huis met een nieuwe job. Precies. En de rest gaat naar huis met gewoon een nieuwe topper en een team. Ja, precies. Ja. Het is dus eigenlijk net wat je aangaf daarnet. De bedoeling niet letterlijk dat, naar huis. Ja, dus dat niet. Ja. Maar net wat je aangaf daarnet. Wel gewoon inderdaad de bedoeling dat beide doelgroepen die avond gefaciliteerd worden. Zowel de mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar ook gewoon de bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe teammembers. Dat die ook gewoon, dat beide doelgroepen die avond super blij naar huis gaan en kunnen zeggen van ja, het was inderdaad een succes voor ons beide. Ja, dat is wel een beetje ons doel, hè. Mm-hmm. We hebben natuurlijk onze targets. Dat elk deelnemend bedrijf met minimaal één goede kandidaat onder de arm, bij wijze van spreken, hè, naar huis gaat. Over in ieder geval zo van, hey, deze kandidaat gaan we maandag direct bellen om langs te komen en nog meer te praten en wellicht direct een aanbod te doen. Nou, ik zou hier gras over laten groeien. Maar we gaan terug naar die dag, want dat is dus zaterdag 2 maart in Torarica Ballroom. Mm. Ook is lekker fancy, dus het is ja, echt... Ja, ook fancy, ja. Van 1 uur 's middags tot uiterlijk 7 uur 's avonds. Het main gedeelte van het event is van 1 tot ongeveer 5.
En daarna hebben we netwerkborrel. Dus wat Danique al aangaf, is we hebben speed dating rondes. En dat wordt nog allemaal uitgelegd hoe dat werkt. Heb je wel eens gespeeddate? Ja. Ja? Dus je weet het. Even kort voor de mensen thuis, heel kort. Bij speeddaten, normaal gesproken ga je speeddaten om te daten echt. Maar daarom, nu gaan we workdaten, maar een deel zit dus. Dus de bedrijven die zitten bij hun booths en tafels. En de kandidaten gaan serieus bij elk bedrijf langs. En dan hebben ze 5 minuten de tijd om hier te praten. Dan wordt er omgeroepen door de MC. We hebben een hele leuke MC. En dan schuif je verder naar het volgende bedrijf. Dus je gaat alle bedrijven die er zijn, ga je spreken. En dat, want soms heb je in je hoofd van, hé, dat bedrijf is er, daar wil ik werken. Maar als je iedereen spreekt, kom je er misschien wel achter dat bedrijf X gewoon een geweldige vacature voor je heeft. Snap je? Ja. Dus dat is het leuke eraan. Het is heel interactief. Ik word gewoon enthousiast hiervan. Ja, ik ook. Wij ook, ja. En het is een andere approach. Yes. Net als wat Danique zei, het is vaak zo eng, want dan ben je helemaal overspannen. Ja. Want ja, mensen gaan je dingen vragen en dadelijk weet ik het niet. Klopt. En nu gewoon en gaan we gewoon een chill gesprek voeren. Want net wat ik ook al eerder zei, een sollicitatiegesprek is echt gewoon super chill. Het hoort ook gewoon super chill te zijn. Ik bedoel, van de vragen die gesteld worden, zijn eigenlijk vragen waarop beide kanten of beide doelgroepen antwoorden hebben. Je zoekt bijvoorbeeld als bedrijf naar iemand en de vragen zijn gewoon eigenlijk meer dan normaal dat je gewoon dingen stelt zoals, kan je het werk aan bijvoorbeeld? Wat voor ervaring heb je? Maar omgekeerd, vaak genoeg vergeet men ook wel dat de kandidaat zelf ook wel recht heeft om vragen te stellen aan het bedrijf. En daar komen we dus, vandaar dat we ook hebben gezegd van die company pitch is ook heel erg belangrijk voor ons. Want het is niet alleen de kandidaat die zichzelf moet verkopen, maar ook het bedrijf. Waarom zou ik als kandidaat voor jou willen werken? Wat maakt dat er een verschil is tussen bedrijf A en X? En waarom zou ik uiteindelijk dan voor die van jou gaan kiezen? Weet je, dus vandaar dat we ook gewoon beide partijen, wat ik ook al zei, tegemoet komen, maar beide partijen eigenlijk op dat moment echt gewoon challengen bedoel je dat? Ja, challengen om zichzelf te presenteren. Ja. Zichzelf inderdaad te presenteren, maar ook gewoon hun beste beentje voor te zetten. Ja, dat is waar. Niet alleen qua aankleding van je tafel, maar ook als kandidaat is natuurlijk de bedoeling, kom in je, de dresscode is business casual, weet je, kom niet op je slippers. En je korte broek huiskleren met gaten erin. Nee, want het gaat echt om een eerste indruk en die maak je maar één keer. Yeah. En echt, geloof me, er zijn geweldige vacatures. We gaan deze laatste week gaan we steeds meer delen. Hè? Mm. Er zijn echt wel mooie vacatures die er zijn, die beschikbaar zijn. Mm. Ja, misschien zit echt serieus. Nou, grote kans hoor, dat er een goede baan voor je bij zit. Ja. Nee. Ik wil het gewoon geloven. Ja. Want het is geniaal, dat ik al eerder zei. Het is op 2 maart. Het wordt in de ballroom gehouden. Mm. En het is natuurlijk niet gratis, want als je iets wil, moet je er ook iets voor inleveren. Ja. So, hoeveel kost het als ik nu thuis kijk en denk van, nee, die mensen moeten mij zien. Niet ik moet die bedrijven zien. Die bedrijven moeten mij zien. Precies. Want ze missen mij. Dan ga je je outfit alvast regelen eerst. Yes. Dat business is één. Business casual outfit. Je gaat je cv in Canva of waar je het wil doen. Mm-hmm. Ga je mooi maken met een foto. Alles goed bijgewerkt. Mm-hmm. In Nederlands en in Engels. Want je weet nog nooit wie je tegenkomt. Die maak je digitaal, zodat je direct vanaf je telefoon. Als je dat kan je QR-code maken voor de mensen van de bedrijven. Dat zijn sowieso de dingen die je gaat doen. Mm-hmm. En je gaat naar www.clipconsultancy.com, de recruitment event, en dan koop je je ticket voor $20. En dan ben je binnen. En nee, dan moet je ook nog betalen. Want Jullie gaan betalen. Dus je gaat registreren, dan krijg je een mail, dan ga je betalen. En zodra de betaling binnen is, dan krijg je je ticket. Door het systeem, we hebben dat allemaal geautomatiseerd. Alleen betalen kan helaas nog niet geautomatiseerd. Dus je moet even gaan betalen. We accepteren geen cash. Je moet echt overmaken of gaan storten bij de bank. $20. Heb je een nieuwe baan. Yes. Het kan niet misgaan. En als je geluk hebt, heb je een valutabaan. Nou, dan is die $20 heb je gewoon terug. Daar moet ik zijn. Ja, toch? Nee, ladies. Ik heb er eigenlijk niets meer aan toe te voegen. Ja. Ik zei al, voor $20 kan je gewoon je droombaan vinden. Want precies. Jij gaat jezelf daar showcasen. En zij gaan zien dat jij de one bent die daar gewoon in hun bedrijf thuis hoort. Helemaal. En Danique haalde iets heel moois aan. En waar heel veel sollicitanten die bij stilstaan. Want we zien vacatures en denken van, oké, hier moet ik werken. Maar vergeet ook niet voor jezelf te denken van, waarom zou ik voor jou moeten werken? Want ik breng ook mijn kwaliteiten. Jullie hebben jullie offer, maar ik heb mijn qualities ook. Dus dat ze ook bewust zijn van zichzelf. Wanneer ze daar gaan staan en of zitten of hoe ze het willen doen liggen. I don't know. Maar dat je ook gewoon bewust bent van jezelf en zegt van,
ik ben dit voor jullie, so y'all better pick me, because I got it. Precies. Dat is deel van die confidence die je ook gewoon hebt. Ik denk ook gewoon dat een heleboel bedrijven, vooral de laatste tijd, ook gewoon een beetje daarop gericht zijn, weet je. Het is misschien voor bepaalde mensen vinden ze dat het misschien valt onder arrogantie of zoiets. Maar als je goed weet, of bewust ervan bent wat je kwaliteiten zijn en jezelf ook gewoon inderdaad goed kan presenteren, why not? Ik bedoel van, it's not a one-way street, weet je. Dat je elke keer van de bedrijven uit moet verwachten dat zij het gaan doen en dat ze zogenaamd met die strenge vragen komen, ook jij mag kritisch zijn. En ik denk dat dat ook gewoon deel is van een goede CV, maar ook gewoon deel van een goed karakter, waarbij je ook gewoon jezelf al goed verkoopt om te laten zien van, hey, dit is basically me. En dit is ook gewoon wat je binnen je bedrijf binnen gaat krijgen. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon super voordelig als je het mee vraagt, ja, weet je. Dus als je het hebt over voorbereiding naar het event toe, is het, ja, we hebben al een paar dingen genoemd. Je outfit, je CV. Je pitch. Die pitch is belangrijk. Reflecteren met jezelf van, hey, wie ben ik? Waar ben ik goed in? Waar ben ik krachtig in? Want dat is waar je in die 5 minuten speed dating tijd voor hebt om te laten zien, om te melden. De mensen gaan je vragen stellen. Maar wat Danique ook al zegt, stel ze ook vragen. Weet je, wat voor vragen wil je stellen aan any bedrijf? Maar we gaan de mensen wel helpen. Mensen die zich hebben aangemeld al, die krijgen een mailtje met dit soort tips van ons. Weet je, we willen gewoon echt dat, we willen gewoon eigenlijk dat bijna iedereen die komt met een baan naar huis gaat. Nee, maar goed, dat willen we. Maar, We gaan er gewoon voor. Nee, superleuk, man. Ja. En jullie gaan het gewoon doen. Ik ben enthousiast voor jullie. En misschien slide ik ook zelf daar in mijn business casual even lang. Ja. Registreer. You are welcome. Everybody's welcome. Nee. Maar Rut en Danique, thank you for coming. En alvast heel veel succes met die recruitment event. Yes, thank you for having us. Nee, my pleasure. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Danique van Varsjeveld en Rut Sinclair bij mij in de studio, want ze hebben op 2 maart die recruitment event georganiseerd. Dus als jij thuis zit en denkt van, hey, ik wil mijn droombaan hebben, is dit jouw kans om jou als beste te presenteren aan deze topbedrijven die meedoen. Het kost maar $20. Je registreert je op de pagina van Clip Consultancy. Maak over, stuur je bewijs, je krijgt je mail. Ze hebben nog wat extra instructies. So basically houden ze je hand ook nog een beetje vast. En ga gewoon voor je ding, want wie weet ben jij straks gewoon de gelukkigste op jouw favoriete werkplek. En krijg je alles en kan je gewoon alles geven. En you are the best version of you at work. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.